Ja, want Hilde Groen, top visagist, die heeft een prachtige metamorfose gerealiseerd. Kijk maar even. Ik ben Melissa, ik ben 19 jaar. Ik zie er altijd een beetje slonzig uit en ik zou graag wat meer pit in mijn haar willen hebben. Ik ben Hilde, makeover specialist en loop jij net als Melissa met een ananas op je hoofd? Blijf dan kijken, want ik heb een aantal ideeën om het er net even wat chiquer uit te laten zien. Hallo. Hallo. Zullen we beginnen met één ding? Ja. Dit kan echt niet. Echt niet? Kom jij maar snel mee. Oh. Als je haar lichter is geworden van de zomer en je wil in de winter graag een diepere kleur proberen met lichtere plukjes, pak dan bepaalde plukjes van je haar in aluminiumfolie, kleur de rest in met een donkerdere kleur en als je het daarna uitspoelt, dan heb je prachtig donker haar met lichtere plukjes. Als je je lange haar wil gaan kleuren, denk van tevoren goed over na, want iedere kleurverandering in lange haar is altijd een aanslag op je glans en de kwaliteit van je lange haar. En dat zou zonde zijn. Hoi, ik ben Lisa. Hoi. Ik ben Anne Kajsa. Ik ben stylist voor vandaag. En we gaan eens even kijken wat bij jouw hele nieuwe look zo dadelijk gaat passen. Maar wat we denken is aan een jurkje. Dit is in ieder geval een mooie vrouwenlook. Ja. Zo deze bijvoorbeeld even voor jou houden. Ik denk dat dit ook echt erg leuk voor jou kan zijn. Dan zet je het accent weer op de heupen. Nou, denk dat ik het wel weet. Als ik mezelf opmaak, weet ik nooit welke foundation ik moet gebruiken. Nou, als je ze in de winkel niet allemaal wilt testen, test dus eerst even op de muis van je hand. En degene die daar het dichtste bij de buurt komt, die past ook het beste bij je gezicht. Ben je er klaar voor? Ja. Ben je zenuwachtig? Heel erg. Zal ik maar omdraaien dan? Ja, ik plan. Komt ie. 1, 2, en... Ah, je valt die adidas weer omhoog! Oh, wat handig! Ah. Wow, dat is zo handig! Jongens, echt heel erg bedankt. Heel super. Nou, dit vond ik werkelijk verbazingwekkend, deze metamorfose. Ja, dat is goed. Heel erg goed dat je er bent. Jij blijft ook nog even, want je geeft ons straks nog heel veel tips voor onze uiterlijke verzorging. Dus graag tot zo.